Dit programma werd nooit uitgezonden. Maar ook de registratie in kleur van de show van het ABC-cabaret 4 jaar later in mei 1973 kreeg van een weifelende Wim Kan evenmin toestemming voor uitzending. Met dit programma zitten we al meteen midden in de vaderlandse politiek. En je krijgt de indruk dat Wim Kan meer is dan een geïnteresseerde toeschouwer. Ik vond het zo jammer. Ik wist van niks, jongens. Ik wist van niks. Ik zat half juli, het was een maandag, weet je nog precies. Ik zit voor de televisie. Ik wist nergens van. Ik had geen telefoontje gehad, niet van Soestdijk en niet van Biesheuvel zelf. Niks. Nee, ze hebben mij gewoon laten barsten. Ze hebben gezegd, nou, dat ziet hij dan wel van de televisie of zo. Ik zit daar gezellig voor de televisie. Komt die omroepster die avond, die zegt, we gaan nou kijken naar de versierders. Wist ik dat er onze eigen ministers waren? Dat wist ik helemaal niet. En ik vond het zo jammer, hè. Ik vond het zo jammer, want Drees is juist door mij erin gebracht eigenlijk, hè. Ja, daar kun je nou om zitten lachen, omdat je de achtergronden niet weet. Dat heb ik geleden. Ja, dat is, ik bedoel, dat kan ik nou niet allemaal uitleggen, want het lijkt het zo op het paard getild. Maar ik heb toen, laat ik zeggen, 2 jaar geleden, was de situatie toch moeilijk, dat weet u toch, hè. Was moeilijk, hadden we dat gat toch ook al, weet u wel, was nog niet zo groot, want ze hadden er nog niet aan gewerkt. Maar het was er wel al. Toen heb ik gezegd, nou moet je op financiën iemand nemen die niet zuinig is, maar karig. Toen zegt iedereen tegen mij, Drees, vanzelfsprekend. Nou goed, daar was iedereen mee heen. Drees op financiën, zo zijn we gaan slapen. Ook 's morgens wakker zit hij op waterstaat. Zegt, zo kan ik niet werken. Hij gezegd. Nee jongens, wat is het nou? Zo zuinig hoef je toch niet met water te wezen. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat water een frisdrank was. Nou willen ze er fluor in doen, dan kan er niet eens meer bij. Vind ik jammer, vind ik. Ik vind het zo jammer, het was allemaal niet nodig geweest. Hoe lang heeft die Drees nou helemaal gezeten in Den Haag op bezuinigingshout? Ik geloof misschien een jaar. En het was allemaal, het was juist zo leuk jongens, als hij s'morgens kon goed met zijn ambtenaren opschieten. Als hij s'morgens kwam, hingen ze uit de ramen, dan zongen ze daar op Willem met de waterpomp dan. Dat was leuk. En ineens was het afgelopen, dus het is jammer, want de Drees op zichzelf zijn hele lieve mensen. Ik ben, ja, hele lieve mensen, ik mag haar heel graag. Maar haar zeer graag. Zij is een smeuïg wijfje, laat ik het zo zeggen hoor. Hij is een beetje talig en zo, maar als je hem beter leert kennen, is hij ook een aardige man hoor. Ik ben er nog eens een hele middag op bezoek geweest bij de Drezen. Je wordt niet onthaald, dat zal ik niet zeggen. Nee, je krijgt niet eens een koekie, maar daar gaat het nou niet om. Nee, ik heb mijn eigen koekie meebrengen. Onzin van mijn eigen degasmot, niet waar, laat ik eerlijk zijn. Maar ze bieden niks anders, stond een koektrommeltje. Ik denk, ze vergeten het misschien. Ik zeg, leuk koektrommeltje hebben daar staan, zeg ik nog. Hè. Zegt ze, ja, daar bewaart mijn man zijn geld in. Nou ja, hij hoort niet meer, hè. Maar zij is leuk. Ik heb nog met haar een hele tijd staan praten, want zij liet me uit. Hij moest nog bezuinigen. En zij zegt tegen mij, mijn man is altijd zo geweest. Ze zegt, mijn man is altijd zo geweest. Ze zegt, aan de manier van slapen van mijn man kun je zien dat er spaarzaam iemand is. Ik zeg, mevrouw Drees, hoe slaapt uw man dan? Ze zegt, nou, hij legt altijd wat opzij. Wil u geloven dat er nachten zijn dat ik het hele tevreden voor me zie? Wil je dat geloven, hoor? En nou is het allemaal jammer. Ik vind een hoofdzaak daarom jammer. Het is onherstelbaar, mevrouw, want ik krijg die mensen niet meer terug. Nee, is weg. Ik bedoel, ik vind het jammer. Want hij heeft natuurlijk geweldig. Hij heeft per ongeluk heeft hij eigenlijk verkeer aan waterstaat gekregen. En daar resorteerde de PTT weer onder. En dat is het enige departement wat winst heeft gemaakt. 300 miljoen winst heeft de PTT gemaakt. Nou, vandaar dat de postzegels duurder worden, begrijp je? Nee, ik ook niet. Maar goed. Er was een mevrouw die zegt, mij kan niks gebeuren met die dure postzegels. Ik heb meteen 1000 postzegels ingeslagen van 35 cent. Ja, er zit ergens een denkfout, maar haal hem er maar eens uit, hoor. Ja, ik vind Drees een aardige man. Weet je wat Drees een beetje is? Hij is een beetje bumstwars gebakken, dat heeft hij een beetje. Een beetje moeilijke man. Ik hoor ook wel eens in restaurants en zo dingen teruggeven en zo. Nou ja, bedoel, ik ben er niet bij geweest. Laatst was er ook weer wat, weet ik veel. Had kippensoep besteld en tegen die ober zeggen, maar er zat geen kip in en zo. Ja, die ober werd toch kwaad. Die zei, moet je een keertje koninginnensoep bestellen. Maar weet je wat ik altijd zeg van Drees? Mag je rustig geloven. Het is een prima jongen, maar is door zijn vader verkeerd ingereden, dan krijg je dat nooit meer uit. Begrijp je wel? Maar je moet nou aan de vooravond van het rood kabinet, moet je niet overal gaan vertellen dat je Drees en de Brouw zulke lieve jongens vindt, hoor. Oh, weet je wat er gezongen wordt? Weet je, want die krijgen van alles de schuld, het zo gelopen is. Drees en de Brouw. DS 70, die kritiek. Weet je wat er gezongen wordt? Dat ze denken dat wij het niet horen. Jongens met rode streken, daar kan je niet op bouwen, dat is gebleken.
Ze stappen uit onder de rit langs het ravijn. En dan valt het hele troepje uit de trein. Ze zaten met haar allen op het katshuis. Het was half juli midden in de nacht. Er was een glaasje prik, er stonden sjouwtjes. Gezellig rond het gat van 4 miljard. Met het rode potlood zou net iets gebeuren. Toen Drees opeens ging smijten met de deuren. Jongens met rode streken, daar kan je niet op bouwen, dat is gebleken. Ze stappen uit onder de rit langs het ravijn. En dan valt het hele troepje uit de trein. Hoe vind je dat niet? Dat hebben Ruud van Veen en ik samengemaakt in opdracht van CRM met subsidie. Ik zal u precies vertellen, dat is een experimenteel lied. Dat is parlementaire geschiedenis op muziek gezet en tekstgedicht. De muziek is van Ruud van Veen, de tekst is van mij en het is bijgewerkt tot op de laatste dag. Het lied heeft 48 coupletten, weet u dat? Gisteravond, dat zijn avonden dat ik ze alle 48 zing. Gisteravond, hier in Apeldoorn, alle 48. Heb ik ze allemaal gezien. 3:50 stonden de mensen op straat. Gebroken, maar ze wisten wat ze weten motten. Gaan we nu over naar het tweede couplet. Naar genade, dat lied heeft 48 coupletten en ik kan nooit op het begin van het tweede komen. Wat zou dat zijn? Gek is dat, hè? Oh ja, het schiet me weer te binnen. Maar Nelissen geeft niks om grote monden. Die zag de rode cijfers en zei gauw. Dat gat, daar heb ik al iets op gevonden. Dat dempen wij met Drees en met de brouw. Toen zijn ze gauw Paleis Soestdijk gaan bellen. Om alles prompt aan moeder te vertellen. En weet je wat moeder zong toen ze het hoorde? Jongens met rode streken, daar kan je niet op bouwen. Ze stappen uit onder de rit langs het ravijn. En dan valt het hele zootje uit de trein. Wie zong dat zootje? Jawel, het is er net donker. Ik kan net niet zien. Iemand heeft een zootje zitten zingen. Jawel, het is wel waar. Ik ben niet doof. Ik ben wel oud, maar niet doof. Daar heeft iemand daar een zootje zitten zingen. Wie zong een zootje? Dan moet je was u dat? Ga er maar uit. Ga er maar uit. Ga maar naar de directeur. Ga maar zeggen dat ik je niet gebruik. Ga geen zootje zitten zingen. Versta je dat? Je zingt hier geen zootje. Ze zijn nog pas 4 dagen weg. Er gaan geen zootje zitten zingen. Nee, ik krijg er de grootste gedonder mee, mevrouw. Volgens mij mijn amusementsvergunning, meneer. Ik ben gewaarschuwd, denk je erom? Je hebt de gele kaart. Maar geen zootje zitten zingen, dat krijgt de grootste moeite. Het loopt helemaal uit de hand, mevrouw. Maar mijn amusementsvergunning, ik heb de verantwoordelijkheid van de hele avond. Wel een gedonder. Derde couplet. En genade, dat lied heeft 48 coupletten. Kan nooit op het begin van de derde komen. Wat zou dat wezen? Zou dat er toch zijn, hè? Oh ja, het schiet me weer te binnen. Gut, begint dat zo? Oh ja, nee, ik dacht dat het vierde couplet was. Nee, dat is goed. Toen hebben ze een plan uit zitten broeien. 2 poten minder, ander kabinet. De uil hoog in de boom riep, dit wordt knoeien. Als zo moet gaan, vraag dan maar een servet. En Drees zei dat ik niet meer mee vergader. Geef niks, maar hoe vertel ik het mijn vader? Jongens met rode streken, daar kan je niet op bouwen, dat is gebleken. Ze stappen uit onder de rit van zijn trein. En dan wordt het hele zootje uit de trein. Heb je nou je zin? Nou zingen ze het allemaal, dat is leuk. Ja, hartelijk bedankt voor de medewerking. Dat is fijn hoor, leuk. Ik morgen mijn amusementsvergunning kwijt, maar jij lol, dat is leuk hoor. En daarnet was het nog binnensmonds, nou is het al buitengaats. Reuze leuk, hartelijk bedankt. Je bent gewaarschuwd en allemaal, als er nog één keer gebeurt, hou ik ermee op. Dan zing ik geen één lied meer.
Dan worden er 44 coupletten niet gezongen. Dan moeten de goeie maar onder de kwaaie leiden. Interesseert me niet. Leuk, hè? Hart, het is een chanson. Wil u daaraan denken? Ja, het hoort tot de zogenaamde bewindsliederen. Het kost mij maar amusementsvergunning, mevrouw. We hebben toch geen zin in, omdat er één begint. Vierde couplet. Eigenaardig, dat lied heeft 48 coupletten. Nooit op het begin van het vierde komen, wat zou het zijn, hè? Oh ja, schiet me weer te binnen, hoor. Maar Nelis is nog eens goed gaan zoeken. En vond opeens nog 70 miljoen. Hoe dat nou kan, heb ik ook nooit begrepen. Dat kan, volgens mij kan dat niet. Het gaat om grote bedragen, maar je kan niet ineens 70 miljoen vinden. Wie heeft dat dan gevonden en waar dan? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Mevrouw Nelissen. In de linnenkast dan. Van pa, pa, kom eens kijken. Ik heb wat gevonden. Wat heb je dan gevonden? 70 miljoen. Verrek, waar lagen die in de linnenkast? Waar dan tussen jouw washandjes? Nou. Kan je nagaan wat die Nelissen zich de laatste jaren gewassen heeft? Kan je nagaan? En toen kwam staatssecretaris Vonhoff. En die ken u toch wel, Vonhoff, weet u wel? Die kwam direct aan lopen en die zei, mag ik die 70 miljoen hebben voor onze Olympische Spelen in 1984? 70 miljoen in 1984, dan kan je de amper nog een vlag verkopen. Nou mensen, zouden we de rest maar niet overslaan. Willen we meteen het laatste couplet nemen? Om nou die hele geschiedenis weer op te halen, Visje Droef ook. Er komen nog hele droeve momenten hier voor Visje Droef, hè? Laten we maar gewoon meteen het laatste couplet beginnen, vind je niet? Goed, dan nemen we nu het laatste couplet. Dat is het enige wat ik uit mijn hoofd ken. Alleen het begin schiet me nooit te binnen. Ik weet niet wat het is, mevrouw. Schiet me nooit te binnen. Maar nu na 164 dagen heeft Nederland dan eindelijk een kabinet. Wie zou het kindje niet op handen dragen? Het ligt zo schattig naast den uil in bed. Maar wie kan ons het wondertje verklaren? Hoe komt het kindje aan rode en witte haren? Jongens met rode streken, die gaan met iedereen onder de deken. Als het maar in het belang is van de republiek. Dat is geen overspel, maar dat is politiek. Wim Kan was er een meester in om zogenaamd iemand uit het publiek bij zijn conferences te betrekken om met hem of haar een verongelijkt en vaak kifterig twistgesprek te beginnen. Zal ik u nou eens wat vertellen en dan moet je eens op mijn woorden letten. Mark my words. Hey, mark my words. Doe een stukje in het Engels ook, er zijn Engelsen vanavond binnen en anders hebben ze niks aan zo'n programma. Nee, is allemaal binnenlandse politiek, hebben ze niks aan. Maar mark my words, dan moet je eens opletten wat ik nou ga zeggen. Linksaf kan alleen stand houden als rechtsom is. Zou je die nog niet even opschrijven voor thuis dan? Linksaf kan alleen stand houden als rechtsom is. Jongens, het kan niet anders. Je moet het op de een of andere manier. Je kunt er kwaad om zijn wat er nou gebeurt, maar je moet fuseren. Je moet fuseren, het hele bedrijfsleden fuseert toch ook? Ja, mensen, 300 jaar geleden. Een man als Jan-Pieter Zegoen, die had mooi praten met zijn en fuseert niet. Maar dat was natuurlijk een totaal. Jan-Pieter Zegoen heeft toch gezegd, en fuseert niet? Nee, wat heb je dan gezegd? Nou, bemoei je er dan niet mee. Nee, wat is het nou een vervelende manier van doen? Zit je gezellig met elkaar te praten? Een beetje bedweterige opmerkingen. Waarnaar, als je weet, kun je het zeggen. Als je dan niet eens weet wat hij wel hebt gezegd, moet je toch niet doen? Nee, dat vind ik vervelend. Zo'n beetje eenzame intellectuele en Appeldoorn, daar hou ik niet van. Nee. Wat heb je daar nu aan? Wij weten dat niet. En dan zit jij in je eentje ineens bedweterig te doen midden in die zaal, want dat heb je niet gezegd. Als ik dan vraag, wat heb je dan wel gezegd, weet je het niet. Weet je, op welke school ben je dan geweest dat je dat dan weet? Dat heb ik dan wel eens willen weten. Heb je dan een andere school gehad dan wij hier allemaal omheen dan of zo? Sta ze op, vertel eens aan de dames en heren waar jij dan op school bent geweest. Nou, je kan toch ook zo flink zeggen dat hij dat niet gezegd heeft. Moet je eens opstaan. Sta nou eens op, moet je eens kijken. Sta nou eens op en vertel jij nou eens aan de dames en heren waar jij dan op school bent geweest, waar je dat dan allemaal geleerd hebt. Dat zijn wij dan benieuwd naar. Moet je kijken, dan blijft hij zitten. Dat deed hij op school ook al.
mij is het toch een vervelende manier van doen. Je zit gezellig samen te praten, komt hier ineens tussendoor. Dat heb je niet gezegd, dat is vervelend. Dat is vervelend, neem dat dan van mij aan. Vindt iedereen vervelend? Wetweterige gedoe, dat is vervelend. Al die grote mensen hebben allemaal wat gezegd. Hebben jullie dat dan allemaal geleerd op school? Moesten jullie dat leren dan? Een rare school is dat dan. Weet je dat dan allemaal wat je hoopt, wat die mensen er gezegd hebben? Wat heb je verder dan nog geleerd? Wat heb dan nu van Spijk gezegd, weet je dat dan? Moet je eens opletten, dat weet ik niet. Van Spijk, al die grote mensen hebben wat gezegd. Van Spijk heb ook wat gezegd. Toen u de lucht in vloog, wat heeft van Spijk gezegd? Steekproef. Wat heeft van Spijk gezegd? Moet je opletten, steekproef, weet je. Wat heeft van Spijk gezegd toen u de lucht in vloog? Weet hij niet, dat hebben we niet geleerd. Nee, zover waren ze nog niet. En van Schaffelaar, toen hij van die toren afsprong, heb je ook wat gezegd, weet je wel? Weet je ook niet. En toen ze elkaar halverwege tegenkwamen, dat hebben we nog gezegd. Maar een beetje voor Joker zit in de volle zaal, meneer. Hij zal het allemaal beter weten. Wat 300 jaar geleden, wat Jan-Pieter Zegoen heeft gezegd, of dat van enig gewicht is. Jan, 300 jaar geleden, die zegt van geen enkel gewicht. Je hebt er in een snikhete Batavia gezeten. Hij doet net of hij met de tape recorder ernaast hebt gestapt. Hij zal het allemaal precies zeggen. Want Jan-Pieter Zegoen, dat kan helemaal verkeerd overgebracht wezen ook, niet waar? Dat weet je niet. Zo'n man kan iets gezegd hebben, meneer. Dat kennen we allemaal, niet waar? Denk er ook niet aan dat 300 jaar later meneer daar in Orfuis daar ook terug zal vallen. Wat wil je dan? Dat een meneer van doen is vervelend. Is toch vervelend, mevrouw? Daar helemaal uit. 300 jaar geleden. Nee, die mensen, je zegt allemaal wel eens wat. Moet je niet gaan zeggen, dit of dat gezegd. Dat doe je wel, want ik hoor het. Dat een meneer van doen. Die man heeft er gezeten, misschien in Batavia. Die heeft van zijn teen niet afgewezen wat hij zei. Moet je eens nagaan, mevrouw, die mensen, die, moet je eens kijken, die oude schilderijen, wat een dikke kleren die mensen droegen. Hij kijkt nou naar die oude schilderijen, maar dan moet je eens nagaan in het warme Batavia, en dan met die dikke warme pakken, dan die mensen wisten van de santeen niet af wat ze zeiden. Nee, laten we eerlijk wezen, dan ben je zo bezweet, mevrouw, dan ben je bezweet. Laten we eerlijk wezen, je bent bezweet en warm, je weet niet meer wat je zegt, gaat hij er 300 jaar later over zitten, ze zaniken. Die man daar heeft daar gezeten in het warme Batavia met 4 onderbroeken over elkaar, en wie zal dat zeggen, dan weet je niet meer wat je zegt, mevrouw. Hij heeft er 1 aan en hij weet het al niet, laten we eerlijk wezen. Een manier van doen allemaal. Het is alsof ik als hij er zo naast heb gestaan en de fuseert niet. Misschien was het een boodschap voor zijn vrouw. Begrijp je, dat kan toch ook wezen? Dat zijn vrouw met andere jongens uitging. Dat hij zei, als je mevrouw Koen tegenkomt, moet je een keertje zeggen dat ze niet fuseert of zo. Het kan heel anders. Hij doet of hij er allemaal daarnaast heb gestaan. Van veel andere manier van doen. Maar daar helemaal niet van. Als iedereen zegt wel eens wat, het gaat maar helemaal, vindt het totaal onbelangrijk. Maar dan moet je niet ineens gaan beginnen van, ja, dat heb je niet gezegd en wat gezegd. Een vervelende manier van doen. Die vrouw heeft zich dat misschien, die man heeft zich dat laten ontvallen of zo. In de fusering. Iedereen doet het. En dan ben ik er helemaal uit. Ik heb er helemaal geen zin meer uit. Doe jij het maar, je weet het toch zo goed. Nee, doe het niet meer. Ik heb er geen. Ik had me op de avond verheugd, meneer. Een keer rustig, weet je. Ik ben er helemaal uit ook. Ik weet niet eens meer waar we waren. Waar waren we nou? Ja, bij Jan Pieter Zegoen, dan kom ik weer bij hem. Wat heb je daar? Als de Erasmuspenning even ter sprake komt, raakt Wim Kan een onderwerp aan dat hem nog steeds hevig beroert. Het verblijf van Corrie en hem in het Jappenkamp. Vooral als bekend wordt gemaakt dat keizer Hirohito voor een officieel bezoek aan ons land is uitgenodigd. Dan zien we een heel andere Wim Kan. De hele wereld is aan het devalueren, maar niemand merkt het. Ik zou maar zeggen, de dollar is toch ook veel minder waard dan vroeger. Het pond is gedevalueerd, de gulden. Voor mij, de Erasmuspenning hoeft ook niet meer. Nee, sinds burgemeester Thomas van Rotterdam is die Erasmuspenning daar een keizer Hirohito gaan brengen. Ja, dat heeft hij gedaan, weet ik waarom. Dan moet je Thomas. Ik heb nog tegen Thomas gezegd, kun je dat nou doen, joh? Ik zeg, ga je nou Hirohito die Erasmuspenning brengen? Hij zegt, ja, joh, ik weet niet, ik had hem op zak en dan kwam ik die keizer tegen. Ik zeg, Hirohito, nou ja. Ja, dat is toch geen excuus. En hij zegt, Thomas, die zegt, ja, jullie zien die keizer verkeerd. Het moet juist een hele lieve man zijn geweest en zo, die dat allemaal in de oorlog ook juist heel lief is geweest. Ja, ik weet het ook niet, dat zegt Thomas, daar moet je niet over zeuren. Hij zegt, Thomas, hij zegt dat die Hirohito, die heeft het juist niet gewild of zo, of niet geweten, dat weet ik ook niet. Nee, allebei geloof ik niet, allebei geloof ik niet. Hij wou het niet en wist het ook niet of zo. Nou ja, ik weet het niet precies. Maar ja, kijk, je moet zo'n Thomas, moet je niet rekenen als burgemeester van Rotterdam, niet waar? Die vindt die Hirohito natuurlijk toch wel een goede vind. Als die Hirohito en zijn vrienden er destijds niet waren geweest, had Thomas er nou niet zo'n mooie nieuwe stad gehad.
anderhalf jaar geleden was die keizer toch hier in Nederland? Herinnert u zich niet? Ja, ik ook. Hij was nog geen dag in Wassenaar of ik zag hem al met een rotgang rijden in een gepanzerde wagen, 160 kilometer. Ik denk, verrek, Wiesenthal is me op het spoor. Nou ja, ik heb hem weggehouden hoor, want hij kan mij nog van vroeger. Ja, toen nou, ik heb onder hem gewerkt, wat wil je nou? Hè? Ja, nou ja, ik kon me toch niet zien hoor, want die gordijntjes in die auto waren naar beneden. Maar ik zag hem wel loeren door die spleetjes. Ja, mensen, hij is hier geweest, gewoon prettige 3 dagen gehad, je kent het wel. Nijlpaardje gevoerd en nachtwachtje gekeken. En kopje koffie op Soestdijk, je weet het wel. En niemand was er mee boos, alleen onze koks zijn er niet in geslaagd hem te vergeven. En als hij werkelijk komt, dan verwacht ik toch wel dat onze autoriteiten zich niet zo belachelijk zullen maken als die anderen. En dan verwacht ik toch dat er geen autoriteiten van ons zichtbaar zullen gaan staan buigen voor deze man. Zichtbaar vergenoegd handen zullen gaan schudden. Ik verwacht en hoop ook dat de kranten die dag op hun voorpagina's een duidelijk onwelkom stuk zullen afdrukken. En ik hoop en vertrouw er toch ook op dat er geen militairen en politiemannen in Nederland. We zijn toch met elkaar Nederlanders, dan kunnen we toch weer eens 1 keer 1 zijn. En ik vertrouw erop dat er geen marechaussées en geen politieagenten gevonden worden die demonstrerende studenten zullen wegsleuren. Ik geloof dat we allemaal deze dagen heel serieus zullen moeten denken als het allemaal doorgaat. God en de televisie zien u. Ja, ik heb er tijd gehad om over na te denken. Dat moest je niet eens doen eigenlijk. Hè. Ik heb er 1,5 jaar over na kunnen denken. En ik heb gedacht, hoe kon dat nou? Hè? Dat die man hier gewoon kwam. En dat niemand wat zei. En dat is alles maar gewoon deed. Hè? Heb ik gedacht, komt misschien alleen. Er leven haast geen mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak, de Burma-hemel is hun dak, de kampen zijn verlaten, leeg de cellen. Daar leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel bekend er een. Maar die houdt in de Burma-grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Wat hier gebeurd is, had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen. De 3 pagodenpas, de dode spoorlijn Perengun ontvlucht. Dat was. Je werd zonder te zijn verhoord op keizerlijk bevel vermoord. Maar wie wil dat nu nog tentoon gaan stellen? Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd 1 die het navertellen kan en die de geschiedenis kent als geen. De keizer Filippa. Nou hij niet opgehangen is, had op Soestdijk toen aan de dis tenminste toch eens iemand kunnen vragen hoe dat zat destijds in Burma aan die railroad. Die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had hij dat terwijl hij at mooi kunnen navertellen?
Niemand had het kunnen voorspellen. Wie had in 1945 gedacht dat alles zo zou gaan? Toen die oorlog eindelijk afgelopen was, als er toen eens iemand was geweest. Je had voorspeld hoe de wereld er vandaag de dag uitziet. Hè? Dan had je hem voor gek verklaard. Is het zo? Het gaat niet goed met ons. Het gaat niet goed met de wereld. Het is toch een toestand in de wereld? Het is een toestand in de wereld. Gelukkig legt Hilterman het 3 maal per week uit. En dat doet hij wel erg goed. Hè? Vind je het? Hij doet het knap, hè, die Hilterman. Hij doet het altijd zo mooi. Hij doet het altijd op een toon dat hij begrijpt dat we hem niet kunnen volgen. Maar daar is hij niet boos om. En dat vind ik geweldig. Nou ja, bovendien, mensen, ik zie ook wel wat lichtpunten en zo. Ik geloof niet gauw dat er weer een derde wereldoorlog zal komen. Dat geloof ik niet. En als hij komt, komt hij niet voor 1985. Dan is Lou de Jong pas klaar met de tweede. Hè? Moet nou, hè, bovendien, laten we maar niet over hebben. Mensen, gaat allemaal prettig in de wereld. Hè? We hebben toch in ieder geval weer lente. Dat is toch ook wel wat, hè? Met oude symbolen. De eerste damslaper is alweer aan de koningin aangeboden. Dat vind ik allemaal. En er is een beetje, ik bedoel, er is een zekere ontspanning in de wereld. Dat zie je ook. Nederland heeft Oost-Duitsland erkend, hè? Dat die muur blijft staan, maar daar gaat toch een ambassadeur naartoe. Dat wordt nog een heel geklauter van die man, maar goed. Hè? En ik zal maar zeggen, Engeland, lid van de EEG, dat is toch ook, dat vinden de mensen prachtig. Ik voor mij, ik zeg, dat is niks, hoor. Engeland blijft toch uiteindelijk in wezen Engeland. EEG betekent voor Engeland, Engeland en Groot-Brittannië, meer niet, hoor. En dat vindt... En toch, en dat is goed, zie je op het ogenblik ook in West-Europa, als je op reis bent, zie je toch duidelijk de geïnteresseerdheid van de landen in elkaar, de invloed ook die het ene land op het andere heeft. Ik was laatst in België, net toen er geen benzine meer was, weet je wel. En dan kon je duidelijk zien de invloed van Frankrijk, juist op België en zo. Overal stonden bij die benzinestations, er stonden kleine bordjes met pompie toe. Leuk, vond ik. En ik zou maar zeggen, er gebeuren de hele dag dingen op het oom die vroeger onmogelijk waren. Nee, ik zou maar zeggen, mevrouw Godemier is toch bij de paus geweest? Nou ja, het was ruzie in 2 minuten, maar dat was vroeg. Ja, ik weet het ook. Ja, dat zegt men, maar het hoeft dan om niet zo te zijn. Dat zegt men, ik weet het ook niet zeker. Men zegt waarom dan die ruzie allemaal ging. Ik zeg het niet dat het zo is gebeurd, hoor. Maar de paus heeft haar dus direct het hele Vaticaan laten zien met al die weelde en al die kostbare dingen. En toen moet mevrouw Godemier hebben gezegd en dan te bedenken dat dat allemaal in een stalletje is begonnen. Nou ja, hij had die boel niet moeten laten zien en zij had de mond moeten houden. Zo is het eigenlijk. Ja, maar er zijn leuke dingen. Ik kan niet anders zeggen. Ik zal maar zeggen, Beatrix en Klaus nou toch in Rusland. Dat was toch vroeger ook ondenkbaar. Dat is toch leuk en zo. Ja, de Russen moeten ook eens wat van ons land weten. Dat wordt allemaal uitgelegd aan die Russen. Dat zijn die prins en prinses. Die komen uit dat land waar geen persvrijheid heerst. Daar maakt de regering uit wie er mee mogen om zo'n reis te verslaan. Dat zeggen die Russen weer daarover. Begrijpen ze dat? En Beatrix Klaus hebben daar weer leuke, die zeggen dan weer de Russen moeten hier eens komen en zo. Die hebben ze geïnviteerd. Ik vind het leuk als ze niet met z'n allen komen, tenminste. Ja. Ze gaan er nou alles zien. Ze brengen Beatrix Klaus brengen nou een werkbezoek aan Siberië. Dat was vroeger alleen voor de Russen weggelegd. Nou ja, alles jongens, het is zeker ontspanning, het is leuk, zou maar zeggen. Neem nou gewoon het laatste voorbeeld wat we hebben gehad. Ceausescu, hè, president van de communistisch land, is toch maar 3 dagen hier in Nederland bij de koningin geweest. En een geweldig succes geworden, hoor. Oh, dat was enorm, die man is enthousiast teruggekomen. Die Ceausescu, die heeft er een boekarrest aan vertellen dat het niet mooi meer was. Hij zegt, dat is een land, die hebben geen regering, daar wordt geen bier gebrouwen, de 2/3 van de fabrieken ligt plat, zalen vol Turks fruit, pakhuizen vol boter, alle bomen opgewaaid, maar een lol dat ze hebben daar in je